De roelvinkjes passen nu al weken op in Nederland, maar er zijn natuurlijk genoeg landgenoten die over de grens een winkeltje runnen. En die hebben ook behoefte aan de hulp van dit speciale gezin, met unieke oppasskills. Waar gaan we nou naartoe? Nou wil ik het wel weten, ja. Ik hoop dat ik niet voor niks mijn zonnebril meegenomen heb. Klaar voor? Yes. Ja, nou. Hey, hallo, lieve familie Roelvink. Dat ziet er al mooi uit erachter. Wij zijn Alwin en Bionda. En we zouden het superleuk vinden als jullie op onze winkel komen passen. In 2006 zijn we samen met onze drie zoons vertrokken uit Nederland. En wij zijn hier in het mooie Italië begonnen. Italië? Wat is wat voor jou? En we hebben hier 10 luxe tenten en 4 appartementen. Wat? Zit je alsnog op een camping? Ik denk nu natuurlijk, wij gaan lekker op vakantie. Maar helaas, niks is minder waar. En we zijn de komende dagen helemaal volgeboekt. 50 man, hele goede vlucht. Leuke mensen, toplocatie. Chin. Chin, chin. Jij op een camping, ik zie het niet gebeuren. Dat kan ik, want ik heb op een camping gestaan. Ja, klopt. En jij vliegt? Hij is een piloot. Ah, ik blijf met mijn bijgeloof natuurlijk. Mijn eerste vlucht ooit was in clubkostuum en mijn voetbalclub. En toen dacht ik, het is goed afgelopen. Ik blijf mijn leven lang vliegen in een kostuum met een stropdas. Jullie zien het er niet uit. Al zo ga je toch niet op reis. Dus zo gaan we naar de met camping. Met een pet op en zo'n raar pakje aan, zo'n kruippak. Kruippak. De Roelvinkjes gaan naar Bella Italia. Ik red het wel zo hoor. Zien jullie goed? Daar gaan we. La Familia past daar op een bed and breakfast met luxe safari tenten. Waar zijn we? Want nou word ik een beetje zenuwachtig. Ik voel een beetje zoals een soort reisleider eigenlijk. Ja. Don, laat niet de billen verbranden. Kom jij nou maar gauw bij me liggen nu, voordat ik door de wijn in slaap val. Nou, je hoeft mij niet te bedanken, maar al deze lieve mensen! Ja, het wordt een prachtige Italiaanse affaire. Welkom bij de Roelvinkjes passen op de winkel. We passen op de winkel, doe maar rustig aan. De Roelvinkjes staan klaar. We passen op de winkel, laat de boel maar staan. We zijn hier voor elkaar. Dave en Tony helpen deze keer weer mee. Dus dat wordt weer lekker lachen met die twee. Maar de winkel is oké. De Roelvinkjes zijn geland in Bologna, maar de eindbestemming is het prachtige Montefiore dell'Aso. Ah nee. Echte Italiaanse auto. Hey, het is 500 kilometer. Maar wat voor een? Moet ik in de foetushouding op de achterbank gaan liggen? Ik rij. Blauwe golven, witte wolken, zwarte ogen, rode wijn. Bella Italia. Ik red het wel zo hoor. Zien jullie goed? Hoe lang was het ook weer rijden? 3,5 uur. Daar gaan we. Autootje, Don. Don die zit bijna met zijn knieën in zijn nek. Donnie loopt helemaal blauw aan. Nou, wel leuk weer, jongens. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd waar we ook terechtkomen. Wat is het eigenlijk? Weet je wat het kan zijn? Nou. Glamping. Heb je daar wel eens van gehoord? Glamping? Glamping. Wat is een glamping? Een glamorous kamperen. Oh, dat is een nieuwe trend. Dat is wat voor mij. Maar het is te bewonderen als je hier in de buurt iets durft te beginnen. Ja. En dat je gewoon alles achter je laat in Nederland. Zou jij dat kunnen? Dat je gewoon zegt, nou stop ik met alles. Voor geen goud. Ik ga naar het buitenland toe. Voor geen goud. Het is nogal een avontuur, maar Alwin en zijn vrouw Bionda zijn het samen met hun drie zonen wel aangegaan. Met hard werken hebben zij Villa Alwin gebouwd. Een bed and breakfast die van april tot oktober volledig is volgeboekt. Hey, is dat het? Wat? Zie je die huisjes daar allemaal? Ja. Is het dat? Dat is het. Dat is het? Ja. Nou, dan moeten we hier toch omhoog hoor. Ja. Inderdaad. Ja, ja. Hier gaan we in. Ja. Dit is stijl hoor. Ja, dit gaat goed op, hè? Nog stijler. Wow, Dries. Goeie etappe, hoor. Nee. Gas. Ja. Gas. Ja. Gas. Doorgaan. Beetje door, hè? Blijven rijden. Tadaa! Hallo. Hey. Hadden jullie niet wat hoger kunnen zitten? Nee, maar we niet hoger. Hé, hey, jongen. Hey, superleuk dat jullie er zijn. Kapot, jongen. Hey, alles goed? Dag, vriend. Hey, Dries. Hey, dag, jongen, man. Welkom bij Villa Alwin. Je hebt wel een uitzicht hier. Leuk, hè? Leuk dat jullie er zijn. Wat een hoogte. Ja. We vonden dat het weer wat minder was, maar hier boven op de berg is wel warm, hè? Ja, hier is wel warm, ja. Nou, zeker als je zo meteen ziet hoe vaak je hier naar boven naar beneden moet lopen. Ja. Dan heb jij die spatschool niet meer nodig. Nee. En hier logeren allemaal mensen. Ja,
We hebben dus zeg maar, eigenlijk over het algemeen altijd Nederlanders. Wat is het? Want we weten nou nog steeds niet goed wat het is precies. Is het nou een camping? Nee. Wij hebben zelf dan hier 4 appartementen. En we hebben dan voor klemping, want dat is dus eigenlijk een camping, maar... Hey, klemping. Dat zei jij net! Hoe weet jij dat nou? Wat is die gozer goed? Geweldig. Ik vind ze geweldig. Ja, hartstikke leuk. Ik vind het ook superleuk dat ze het over gaan nemen. En ik hoop echt dat het top gaat worden. Oké, nou, zullen we een rondleiding doen? Ja, laat ik jullie even alles zien. Of het echt goed gaat komen, dat moeten we natuurlijk zien. Maar ik geloof wel dat ze zeker hun best gaan doen. Ze moeten genoeg doen, dat is wel leuk. Hè? Ze moeten wel een beetje... Ja, we hebben een flinke takenlijst opgesteld, dus ze moeten wel aan de bak. Dit is een zwembad! Wat wij vaak doen, is s'avonds al rondlopen, weet je, al die bedjes even netjes neerzetten, weet je, wat nu zit, weet je, even netjes allemaal neerzetten. We hebben daar een deken liggen, die trekken wij s'avonds netjes eroverheen, dan wordt het niet te vies. En de intimiteiten, moeten we dat nog een beetje in de gaten houden hier, of valt dat mee hier? Valt al mee, je weet het niet. Misschien moet je de moeders een beetje in de gaten houden. Top. Nou, ik vind het wel echt een prachtig stukje, hoor. Kom binnen. Zo, dit is wel echt glamping inderdaad. Glamping. Oh, ik vind dit leuk. Ja, dit is toch top, man. Geen mugje, hè? Geen mugje. Een airco. Aircootje erin. Aircootje erin. Ja. Meen je niet. Moet je kijken, die badkamer. Nou, hier komt morgen dus een gezin in met 3 kinderen. Ja. Dat betekent dat er nog een extra bed bij moet. Dus die zullen jullie er nog bij moeten plaatsen. Okay. En natuurlijk de controle doen, de namen op de bordjes, de kussentjes in de stoelen. Helemaal welkom laten voelen. Okay. Echt kamperen, dat is niet echt mijn ding. Maar wat hij zegt, in zo'n huisje, dat ziet er gewoon, als het gewoon fris is en het ziet er gezellig uit, dan vind ik het dit ook wel leuker, ja. Ook wat avontuurlijker. En dat ben ik wel, avontuurlijk. Oh ja? Ja, ik ben de hele dag met jou op stap. Weet je wat voor avontuur dat is? Ja, dat is waar. Gaan we even naar boven, dan zullen we jullie even onze zoons laten zien. Ja. Ja. Oh, hallo daar. Oh, boys. Hey man, hey. Dave. Hi. Ruby. Hi Mike. Dave. Hi man. Dit is de VIP-tafel. Dit is de VIP-tafel, ja. Nou, hierachter is dus ons huis. Hierboven mogen jullie vannacht overnachten. Oh. Hieronder, daar zie je veranda. Dus voor iedereen, voor al onze gasten, die kunnen daar zelf een barretje. Barretje. Ja, Dave. Hoe vonden jullie dat jullie naar Italië gingen? Ja, dat was bij het begin wel echt een schok. Maar dan 2 maandjes, dan gaat het allemaal... Okay. Dan heb je al weer nieuwe vriendjes. Ja, precies. Ja, dat is een nieuwe vriendjes maak je dan, hè? Ja. En jullie doen alles zelf? Wij doen in principe alles zelf. Maar helaas ben ik de laatste 2 jaar een beetje ziek. En hebben we alle, de drukke periodes hebben we hulp van vrienden. Ziek als in? Ik heb 2 jaar geleden een longembolie gehad. Oké. Okay. En geluk was dat de tweede op de eerste hulp heeft plaatsgevonden. Dus dat ik hier nog zit. Oké. Okay. Maar dat heeft nog steeds consequenties. En over een paar weken word ik weer geopereerd. Dus een tumor verwijderd uit mijn been. Want dat was de oorzaak van de longembolie. Maar er blijkt dus nu nog een aneurysma te zitten, dus een verdikking. Dus wat eigenlijk een tikkende tijdbom is. Maar... Ja, je gaat er best wel nuchter mee om. Ben je na deze operatie dan klaar? Nou, helaas niet. Maar het is wel weer een stapje in de goede richting. Dan zijn een aantal complicaties weer verholpen. Het komt best bij ons wel dichtbij. Want een paar maanden geleden is mijn oma is daar aan overleden. Omdat ze die konden haar daar niet meer aan opereren, aan de aorta. En ze konden daar zeg maar niks meer aan doen omdat ze te oud was. Oh. Ja, jij bent gelukkig nog fit, dus... Ja, dat is wel mijn redding geweest, ja. Oh, wat een verhaal, hè? Ja. Het is gewoon heel heftig. Het is absoluut heel heftig, ja. Ja, zeker. Ik moet wel zeggen dat het een geluk is dat je dit hebt. Dus dat je veel afleiding hebt. Ja, absoluut. Maar goed, we wel natuurlijk dat we wel veel intensiever leven en dat we veel meer met die jongens en... Veel meer genieten. Veel meer genieten in die zin, ja. En dan zie je dus ook dat je aan de buitenkant, hè, zeker bij haar niks, ze fladdert hier rond als een blonde vee. Ja. En dan ga je met haar praten en dan is het helemaal mis. Dan is het toch een soort tikkende tijdbom. Ja. En een longembolie gehad. Ja. En dan met die kinderen en het gezin en dit draaiende houden. Nou, die is wel aan een paar dagen rustig, denk ik. Hè? Ja. Nou jongens, hierbij overhandig ik jullie de sleutel van ons huis. Dankjewel. Ja, oeh. En de takenlijst. Ja, die ook voor Honoria. Ook voor natuurlijk. Alles en natuurlijk 2 woordenboeken. En die zijn voor jullie. Honoria kan toevallig al Italiaans, hè? Dus wij gaan deze maar even lezen, jongens. Dan is het nu tijd om afscheid van jullie te nemen. Ja. Want jullie gaan een paar dagen naar Pescara. Echt waar? Jullie samen en jullie zitten daar in een prachtig hotel. Dat hebben jullie echt verdiend. En maak je geen zorgen, want de roelvinkjes passen op de winkel. Gelukkig maar. Dat is fijn. We zijn nooit echt met z'n tweeën weg geweest. Nu krijg je zo'n moment dat je met z'n tweeën weg kan. Nou ja, ik ben nog overdonderd. Helemaal onder. En dan komt die auto en ja. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bye.
Antobelli. Waar gaan we het zwembad liggen? Nee, daar gaan we niet. We gaan werken. Nee, nee, we hebben gewoon een takenlijst. Nou, noem het vooral een takenboekwerk, want met zoveel gasten, tenten en appartementen wordt het iedere dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat knallen. Deze winkel gaat 24/7 door. Dus ieder punt op de lijst staat voor afzien, afzien en nog eens afzien. We moeten vandaag naar een wijnproeverij. En er moeten boodschappen gedaan worden voor het ontbijt van morgenochtend. Nou, dan kunnen wij al raden wat dit keer de teams worden. Tuurlijk, nou, sorry, dus. Nou ja, we zitten goed zo. Ja, ik denk het ook, hè? Jullie gaan lekker wijnproeven. Wijnproeverij, hè? Maar jullie wil één ding beloven, dat jullie alle twee niet dronken thuiskomen vandaag. Gaan we niet beloven. Maar dan moet je spugen. Maar je moet een slok nemen en uitspugen. Ja. Je moet niet, dat is toch hartstikke zonde, man. En dan bewaar je het. Dries en Dave dalen af naar het dorp om hun eigen wijnproeverij op poten te zetten. Een taak die bij de mannen past als een broek vol gaten en een maatpak. Hier moet er wel wat te snoepen zijn voor ons, hè? Ik denk het wel, hè? Hallo. Hello. Hello. Ciao. Ciao. How are you? How are you? My son is a DJ. Nice I am to a singer you. In Holland. A kind of Pavarotti. Oh. Oh, sole mio. En die mensen denken, die gozer is gek. Ja, die sport toch ook? We zijn toch ook niet goed? Ah. Hé, hey, maar dit is wel leuk, hoor. Hey. Prachtig. I want to taste every wine you have. Oké, okay, we can go. Oh, look my wine. It's the our best white wine. Cheers. Drink it slowly. Oh, no, 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 no. Drink slowly. We do it again. Okay. Do you know what we do in Holland? Like this. And then we look each other in the eyes. Yeah, and you don't look in the eyes. Perché ti guardi negli occhi? You have 7 years very bad sex. Ja. Prego. Thank you very much. Ah, oh, wat. Kijk eens of hij leeft, zeg. Oeh, die is een tikkeltje brutaal achter op de tong, deze. Ja, dat ruik ik nu al. Vader en zoon genieten van ieder glas. La Vita wordt met iedere slok mooier. Oké, okay, maar even serieus. Wat gaan we die mensen nou uitleggen? Ik denk dat we een quizje met ze doen. En dan laten we ze proeven welke wijn is ouder. Ja, oké. Okay. Klein hapje erbij. Blind proeven. Gewoon het wijntje laten proeven. De wijnquiz. Broodnuchtere Honoria en Donnie zijn op zoek naar de lokale leverancier. Oh, dit is echt gaaf. Boodschappen doe je hier niet bij de supermarkt, maar bij kleine winkeltjes. Dus Honoria's Italiaanse roots komen goed van pas. Oké, okay, luister. We moeten pizza's voor de jongens meenemen. Ja. En voor onszelf. Ja. Uno, due, tre. We zijn personen. Zij. Zie maar binnen. Een mix, ja. Maar is enough? Is enough. Nou, vind ik heel slecht van je dit, hoor. Ja, hoor, dat is je dat nou zo weer je knop kwijt bent. Oh, dan ben ik het echt kwijt. Is enough? Is not too, God, hoe zeg je dat Finito. Nou? Nee, ik bedoel of het niet te weinig is, dat hele bord voor z'n zes. Ja, jij bent Italiaans, ik heb geen idee. Ja, maar denk even met me mee hoe je dat dan anders zegt. Ja, jouw Italiaans mag je wel weer een beetje gaan trainen. Ja, of misschien blijf je hier 2 maanden. Dan kom je terug en dan spreek je het en vergeet je het nooit meer. Maar wat is het hier mooi, hè? Om verliefd op te worden. Mm-hmm. En hoe gaat het met Team Vino? Eens even kijken. Hey, kijk jij nou maar, heb je al te veel gedronken? Stoelen weg. Doe nou even rustig. Gaan we vragen aan die mensen. En dan, al hebben ze het nou goed, wij geven ze geen gelijk. Dus fout. Ja. Weet je wel? Ja. Alles wat ze zeggen. Alles is fout. Elk antwoord wat ze geven. Welke denkt u dat ouder is? Deze of deze? Deze? Nee. Fout. Nee. Alles is fout. Nou jongen. Proost. Op de wijn-excursie. Op de wijn. Quiz. De gasten van Villa Alwin hebben geen idee wat de roofingboefjes allemaal van plan zijn. Ja, deze moeten we. Nee, die doen nou man. Het is toch voor die mensen. Ja, saluti! Lieve dames en heren, namens ons ook hartelijk welkom hier op onze wijnproeverij, maar ook een beetje wijnquiz. Nou is het de gewoonte dat bij onze wijnproeverij, we hem eerst zelf heel even keuren. Oh, ja. Ik verwacht dat Alwin ons elke week gaat inhuren om hier de wijnproeverij te doen. Want Alwin had nooit die quiz. Welke is het langst gerijpt in het hout? Eens kijken naar de kleur, jongens. Ja, kijk, 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 kijk. Juist, ja, ja. Hem. Ja, ja. U mag samen even overleggen. En dat is nummer 2, hè? Nummer 2, ja. En dat is goed.
vervelendste vond ik dat ik met jou duidelijk vooraf afspreek. Alle antwoorden zijn fout. Ja. En die man geeft een antwoord, zegt hij weer, ja, goed. En dan wist ik niet eens of het goed was ook. Nou, laten we allemaal maar even proosten met elkaar voor de gezelligheid. Gezondheid. Ja, gezondheid. En welke druif is dit dan? Dit is een witte druif. En die heet, dat gaat mijn vader nu vertellen. Ja. Ja, gewoon wat hier op de berg ligt. Oh, okay. Nou, de wijn was lekker, zeg maar. Ja, maar, de wijn was lekker, maar de presentatie dat was wat minder, ja. Hebben jullie wel eens gehad dat je een fles wijn hebt, zin hebt in een wijntje en je hebt geen opener? Ik heb hier de oplossing. Het werkt echt, ik zweer het je. Je ziet toch dat die kurk eruit maar komt. Maar als ik nou in een restaurant zit... en iemand begint dat te doen. En ik bestel een lekker flesje rode wijn. En die gaat met een schoen. Ja, pa, ik moet wat. Ik moet een beetje de sfeer hierin houden ook. Het idee is duidelijk. Ja. Oplossing. Maar we hebben ze één ding bijgebracht. Proosten. Alcohol. Maakt meer kapot dan je lief is. We zijn in Italië en daar past de familie op een prachtige bed and breakfast in Montefiore dell'Asso. Een van hun eerste taken was het organiseren van een wijnproeverij. Nou, dan weet je het wel. Maak maar een stukje margarita. Margarita. Uitje voor de sfeer, voor de sfeer. Uitje voor de sfeer. Ja, en we hebben er nog twee meegenomen. Ja, jullie zijn aangeschoten, dat zie ik al. Wat we niet aan doen is de wijn uitspugen. Dus we hebben er redelijk wat op. Dat hebben wij ten strengste verboden vandaag, dus... Het was leuk, het was gezellig bij jullie. Ja, goed. Boodschap is allemaal op orde. Alles gedaan. Top, top, top. Nee, jongens, we gaan er een paar mooie dagen van maken. Bedankt voor de gastvrijheid. Ja. Ah, salute. Op vaders en moeders, hè? Ja. Proost. Salute. Hey boys, we willen graag wat voor jullie ouders doen als we hier weggaan, als ze terugkomen. Wat kunnen we voor hun regelen? Ja, mijn moeder heeft vaak over jou dat je DJ bent. Ja. Vindt ze wel leuk als je draait of... Als ik draai? Ja. Oké. Okay. Ik vind het wel heel grappig, daar is het vaak over. Dan kunnen we gewoon een welkomstfeestje doen. De welkom home party. Ja. En, misschien... Ja. Zet ik jou aan denken nu als ik zo doe? Nee. Een eigen wijnlijn met haar naam erop. Van die mensen beneden? Ja. Ja, dat is, als we dat kunnen regelen is wel heel tof. Ja. Maar kun je dat regelen in een paar dagen, denk je? Ik wel. Okay. Ik heb nu zoveel credits opgebouwd beneden. En dan toast op het leven. Nou. Ja. Zo. Toast op het leven! Het was een lange eerste dag. En die is nog niet ten einde, want ook 's avonds zijn er meer dan genoeg klusjes. Nou, het was nou wel weer welletjes. Wat een dag. Kom jij nou maar gauw bij me liggen nu? Weet een mannetje weg. Voordat ik door de wijnproeverij... in slaapval. Zodra de zon haar gezicht laat zien, moet Donnie alweer zijn bed uit en de berg af. Want de hele camping verwacht zo'n lekker vers stukje brood. Dus die hele achterbak moet vol met bakwerk en een beetje rapidamente graag. Buongiorno. Buongiorno. Pugliese. Pane. Oké. Brood. Het woord brood riep ik gewoon nader. Dat had ik in het boek gevonden. En wat staat nou nergens de CR? Croissants, moet u weten. Op een gegeven moment dacht ik van, we leven toch niet meer in 1980. We hebben toch Google Translate. Waarom doe ik dat gewoon niet? Posso avere sette croissant. Oké. Ja, ja, ja. Ja, de techniek biedt uitkomst. Maar Dries en Honoria moeten de rest van het ontbijt toch echt helemaal zelf fixen. Dit loopt als een trein. Hoe zit het met die broodjes trouwens in die oven? Ja, precies goed. Dit gaat een eeuwigheid duren. Dries. Als je dit voor 50 mensen moet doen. Dries. Weet je hoe laat ze daar ontbijten? Ja, luister. Om een uur of drie vanmiddag. Ik moet niet zeuren. Kijk, dan laat ik de eieren even goed schrikken. Ja. Woe! Ik zie zelf op je bed. Goedemorgen, jongen. Morgen. Donnie is brood halen. Ja. Wij zijn allemaal mandjes aan het maken. Alleen die moeten weggebracht worden naar beneden. Vind ik een mooie taak. Beneden? Naar die huisjes. Naar die tenten.
Vind ik een mooie taak voor jou. Ja. Dus dan zie ik je over 2 minuten. Ja, zo ongeveer. Hé, hey, jongen. Hé, hey, jongens. Jezus, wat heb jij nou allemaal mee? Ja, voor 50 man broden. Goedemorgen. Het eerste ontbijt staat klaar en moet naar de familie Vaas. Mijn klerenwerk. Goedemorgen. Ik heb het ontbijt mee. Oh. Hey, wat doen jullie hier dan? Gewoon vakantie? Hey, wij vieren hier met ons gezin dat we 12,5 jaar getrouwd zijn. Godske leren. 12,5 jaar, hoe haal je dat uit? Wat is het geheim? Nou, niet te veel thuis zijn. Oh. Nou, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En op de volgende 12,5 jaar, hè? Ja, wie weet. Goed zo. Ja, wie weet. Geniet ervan. Yo, dankjewel. Yo. Ja. Nee. Ja, jongen. Niet glutenvrij. Klopt. Ja. Heb je glutenvrij nodig? Ja. Waarom dan? Zij mag geen tarwe. Zij mag geen tarwe. Krijg de tarwe, taaltarwe. Dan is deze het. Klopt dat? Hopelijk wel. Ja. Nou, anders merk je het vanzelf, hè, schat? Doei, doei. Door naar de volgende klant. Hebben we een beetje kunnen slapen? Ja, heerlijk. Ja? Ja, zonder meer. Mooi. Want jullie zijn de ouders van? Alweer, hè? Ja. En jullie houden ons een beetje natuurlijk met één oog in de gaten. Nee, hoor. Nee? Wij zijn gast. Jullie laten ons helemaal los gaan. Wij zijn gast. Oké, okay. Nou, het is wel werken wat ze doen, hoor. Ja. Ik heb wel respect voor ze. Ja, dus, ja. Als je de ochtend is al meteen goed knallen. Maar meestal springen we ook wel bij. Nou, als je morgen nog niks te doen hebt, be my guest, hè? Nee? Geniet van het ontbijt. Helemaal goed. Ciao. Dank je wel, hè. De Roelvinken hebben ook nog een persoonlijke missie. Zij willen Alwin en Bionda verrassen met een onvergetelijke avond en een eigen Prosecco-label. Het gaat via satelliet hier, hè? Jaco, buongiorno. You speaking with Dries, the Pavarotti from Holland. And now I need you, because Bionda is coming back. And we want to give her a present, an etiquette, a label on the fles Prosecco. With her name, is that possible? Dries doet zijn magische ding, terwijl Donnie en Dave alles op tijd klaar moeten hebben voor de nieuwe gasten. Want die willen natuurlijk vanaf de eerste minuut kunnen genieten van het zonnetje. Klaar voor check-in, hè? Honoria probeert met haar beste Italiaans een fotograaf te fixen. Oh, ciao, pronto, sono Honoria. Parla inglese? Oh, ze praat geen Engels, wat krijgen we nou? Even kijken. Oggi we need a photographer. Somebody to take pictures. Het shirt is uit. Normaal de start van een goede vakantie voor Donnie. Maar deze keer krijgt hij geen seconde rust. Dit zwembad is alleen voor de gasten. DJ boot. Zal het gewoon een DJ boot zijn? Een DJ boot. With speakers. Dan kijk je even onder een audiovisueel bedrijf. Is in de hele wereld hetzelfde. Kan niet missen. Nou, mij benieuwen of dat goed komt. Maar ja, daar hebben de gasten natuurlijk totaal geen boodschap aan, want die zijn gewoon lekker op vakantie. Terwijl Colin, Eddie en Hans hun nieuwste gele zwembroek showen, willen de kids niets liever dan vermaakt worden door het animatieteam Dave en Donnie. Zo, lieve mensen, zijn we al ingesmeerd? Nee. Ellie, wat heb je een heerlijke jurk aan. Is dit even lekker hier? Ja hoor. Schutkleur, hè? Zal ik even een beetje de nekjes en zo doen? Hé, hey Dave, ook de kuit, hè? Zo, kijk even. Tot zo wel. Eddie! Dave! Eddie! Homa, Dave, homa! Ja, meer! Oh, god, oh, god, oh, god! Ja, veel meer! Zo! Zo, Ed. Zo. Wij verbranden niet meer vandaag. Dave! Dankjewel. Jij zoekt het wel weer uit, hè? Ik ben dikke kerels aan het zien smeren en jij... Ik was eerst. Don, laat niet de billen verbranden, hè. Daar ziet de dunne uit. Dat is mijn kontpot. Ja, ik heb jou toch ook ingesmeerd? Moet ik jouw kont ook even doen? Ja. Ik heb natuurlijk een hoop poolparties georganiseerd. Maar deze was wel even wat anders. Ja, en die. Nou, ga liggen. Het is een soort entertainment team. Mensen liggen rustig bij de bedjes. We komen even een uurtje gek doen. Ja. Kinderen blij, iedereen blij. Ja. Geslaagd.
De lol aan het zwembad is nog niet voorbij of de boys moeten alweer met een groep de bergen in voor een rondje op een quad. This is our group. Hi guys. Hi, ciao. Ik heb nooit eerder met een groep moeten werken of zo. Alleen, ik merk wel dat wij goed in het vermaken zijn van mensen. We hebben nu echt verantwoording over een hele groep. We gaan de bergen in. Scherp blijven. Voertuigen, scherp blijven. We kunnen dit. Ik voel me een beetje zoals een soort reisleider eigenlijk. Ja. Voorzichtig met mijn dochter? Ja, natuurlijk. Hoe oud ben je eigenlijk? 21. Oh, oké, dan mag het. Deze gaat best hard, toch? Ja. Ja, ik ben normaal iemand met dit soort dingen die dan als een bezetene vol gas overal dwars doorheen raced. Ja. Maar ik was zo onder de indruk van de omgeving, meen ik echt. Dat was echt super mooi. Oké, jongens, picnic time. Vond je het leuk? Ja, ja, zeker wel leuk. Hoe lang komen jullie al bij Alwin en Bionda? 12 jaar bij Alwin en Bionda. Zo. We zijn elk jaar weer teruggekeerd, dus dat zegt wel genoeg. Ja, het is een grote hechte club geworden. Ja. Dan ben je natuurlijk ook bekend geweest met Bionda daar haar ziekte. Ja, dat was zeker een schok. Wij zaten in Nederland en je kunt eigenlijk op dat moment niet helpen, omdat je ver weg zit. Sharon, mijn vrouw, is er zelfs nog heen geweest, heeft een vliegtuig gepakt en is naar Italië gevlogen om te helpen. Want er zijn toch gasten, dus die moet ook gepleased worden. Ja. Want, ik denk dat het wel genoeg over hun zegt als je gasten op jouw camping naar Italië komen vliegen. Wanneer jij ziek bent. Ik denk dat het wel heel veel zegt over hun ook. En over jullie. Ja, is in die 10 jaar wel wat opgebouwd. Het avondprogramma bestaat uit een barbecue voor alle gasten. En dat is een uitdaging die de Roelvinkjes niet echt op het afgetrainde lijf geschreven is. Want eten kunnen ze, maar eten op tijd serveren kinders, is toch een ander ding. Hebben we een beetje zin in de barbecue? Ja! Ja? Allemaal komen, hè? Ja! Ik heb een zootje oud vlees gehaald hier bij de buurman. Oud vlees? Voor zo'n grote groep koken vraagt toch een bepaald vingerspitsengevoel. Of satéprikkensnelheid. Voor nu hebben we die barbecue erin. Hoe ver zijn we? Want nu word ik een beetje zenuwachtig. De barbecue. Dat was wel een stress. Hey. Kijk, jullie even gaan dan. Ja, we hebben nog een hoop te doen. 39 mensen komen de barbecue. 39? Je voelt de tijdsdruk. Mensen worden hongerig. De kinderen worden jankerig. Misschien hebben jullie het al door dat er een lichte vertraging is. Maar we gaan nou even gas geven. 10 minuten staat alles klaar, ja? De barbecue werkte ook niet helemaal mee. Gaskranen. Waarom lukt het nou weer niet? Eigenlijk geen idee, Fik. Misschien een beetje spul eroverheen gooien. Oh, zo! Hoppa. Ik was die saté aan het rijgen. Daar kwam geen einde aan. Ja, we moeten wel opschieten. Het is anders als je met 6 vrienden in de achtertuin gaat barbecuen. Dit is even next level natuurlijk. Ik zag het al. Oh. Pilsje voor de heren. Ja. Okay. Alsjeblieft, mevrouw. Ach, echt nou toch wat. Dave. Jezus Christus, man lul. Wat doe jij nou? Oh. Laat je nou alles vallen? We hebben de hamburgers afgespoeld en ze zijn op de barbecue gegaan, ja. Adrie. Dat zie je vaak op die campings, hè. Grote stukken vlees, gitzwart van buiten en rauw van binnen. Dat moeten wij niet hebben. Dan kunnen we deze lieve mensen niet aandoen. Dan begin ik even met u. Dankjewel. Als testers, alsjeblieft. Dankjewel. Dank u. Is hij echt goed van binnen? Hartstikke goed. Topper. We hebben iedereen nog wat te eten kunnen geven. Ik zag tevreden gezichten. Ja, nee, ze waren op het einde maar is het allemaal goed gekomen. Maar ik geef de barbecue een 6,5. Lieve mensen, wij hopen dat het smaakt. Wij zijn er ook niet zo ervaren in. Het heeft misschien wat langer geduurd dan normaal. Maar we hebben ons uiterste best gedaan. En ik wou een toast uitbrengen op deze prachtige avond. Proost! Proost! Hoe zijn de hamburgers? Lekker! En met die positieve feedback is het prettig bellen met Alwin en Bionda. Worden zij ook zo lekker in de watten gelegd? Hey! Alwin! Ah, oh, jullie zitten er goed bij. Het loopt op rolletjes hier al. Makkie. Nou, zo makkie is het niet, hoor. We hebben net 25 kilo zwart vlees uitgeserveerd. Ja. Hoe hebben jullie het? Al een beetje uitgerust? Ja, zie je het niet. Ja. Maar, ja, ziet er goed uit. 10 jaar jonger. Jullie ook trouwens. Jawel, hè? Ja. Nou, jongens, hele fijne dagen nog. Jongens, daar gaan ze. Doei! Doei! Doei!
Nou, ze zijn in ieder geval lekker uitgerust. Die mensen zijn altijd vrolijk, heb ik het idee. En dit was natuurlijk een mooie view voor ze. Ja. Ik ga nog even een lekker stuk vlees pakken. Haha. De familie Roelvink op de winkel van Alvin en Bionda past. Een riante bed and breakfast die na een nogal hectische barbecue wel een flinke schoonmaakbeurt kan gebruiken. En ook de luxe glampingtenten moeten iedere ochtend netjes op orde worden gebracht. Gelukkig zien de boys er ook met een emmer en een borstel geweldig uit. Zet ze op een camping of een boerderij. Dave en Donnie maken er samen altijd iets moois van. Want eerlijk is eerlijk, de mannen beginnen dat schoonmaken aardig onder de knie te krijgen. Dries denkt even een momentje voor zichzelf te hebben, maar dat is een onmogelijke opgave. Gaat-ie? ik zonder mij even af, maar dat valt nog niet zo mee hier. Ik probeer een gedichtje te maken voor hun. En dan heb ik af en toe dat mijn hele leven door me heen gaat. Hier? Heb ik hier, maar dat heb ik ook vaak. Als ik iets moet schrijven, ga ik vaak in het Apollo Hotel zitten. Ja. Nou, dan denk ik ook wel eens aan mijn vader. Dat wij dus vroeger schuin tegenover dat Apollo Hotel woonden. Hij had altijd één uitspraak van, als hij nou die mensen zag in het Apollo, dat is voor ons mensen niet weggelegd. En ik heb me daar nooit bij neergelegd. En al mijn plannen die ik maakte, heeft hij meestal van gezegd. Is niet voor ons weggelegd. Doe nou gewoon. Pa, ik wil profvoetballer worden. Jongen, dat kan toch niet, dat wil iedere jongen. Pa, ik word zanger. Jongen, daar is geen droog brood in te verdienen. Dus ik zat nou laatst te denken, als hij nou toch zou kunnen zien, niet alleen met mij, maar ook met jullie, wat met onze familie gebeurd is de afgelopen jaren. Dan denk ik, wow, oudje, het is toch aardig op zijn pootjes. Dat is toch een lekker gevoel? Het is allemaal gelukt, grap. Je hoeft geen droog brood meer te eten. En hoe gaat je gedicht? Dit gedicht krijg ik alleen goed af als jij me nu alleen laat. De Roelvinken zijn druk bezig met een bijzondere welcome home party voor Bionda en Alvin. En op de DJ-set na is zowaar alles geregeld. Wie had dat gedacht? Volgens mij gaan ze zelfs huilen als ze dit zien. Het ziet er echt heel mooi uit. Natuurlijk horen hun vrienden en familie ook bij deze verrassing. Nou jongens, zoals jullie zien liggen hier al die mooie lijsten. En wij zouden het geweldig vinden als jullie er iets moois op zetten. Een persoonlijke boodschap voor Bionda en Alvin. Want jij bent wel heel close met ze. Ja, eigenlijk wel, ja. We begonnen als, hier 10 jaar geleden als gast gekomen. En nooit meer weggegaan eigenlijk. Voelt het als familie? Ja, absoluut. Dat ga je voor ze opschrijven. Een uitspraak van Alvin, de zomers, daar zijn we ook een aantal weken hier. En dan komt hij om de havenklap, komt hij de rand op en zegt hij, oh, ben je zo gelukkig? Nou? Ja, dat zet ik erop. Niks meer aan doen. Nee. Ja, in je mooiste handschrift, ja. Laat maar zien. Word je emotioneel van? Ja, ik word emotioneel. Wat dan? Ja, gewoon. Het is gewoon mijn zus en mijn zwager. Dus ja, onze rots in de branding. Dus, jullie zijn trots op ze? Ja, super trots. Maar hun zijn er ook altijd geweest voor ons. En ja, van jongens af aan. Mooi. Deze beer van een kerel, die zie ik hier ook. Godverdomme, man. Mooi jongens. Wat een veel te veel van wel niet kunnen doen, hè? Oh. Het was een flinke takenlijst. Maar met hard werken hebben de Roelvinken hem helemaal afgewerkt. De villa is klaar voor de terugkeer van Alvin en Bionda, die deze dagen samen na de ziekte van Bionda echt even nodig hadden. Maar ondertussen ook weer smachten naar hun vertrouwde bed and breakfast op de berg. Al hebben ze geen idee wat hen daar allemaal te wachten staat. Nou, wij zijn er klaar voor, hoor. Jawel toch? De Roelvinkjes zijn er klaar voor. Hoi! Hey. Kom eens, schat. Hey. Zijn we weer. Zo. Nou, kom eens even hier. Hé? Hey, jullie ook, of niet? En alles staat erop. Alles staat erop. Hey. Dom, topper. Nou jongens, welkom thuis. Dank je. Jullie hebben een geweldig bedrijf hier. We hebben met veel plezier hier gewerkt. Okay. Maar wat hebben we nou vooral gemerkt? Jullie hebben heel veel liefde losgemaakt bij jullie vrienden. Ja. Dat is onvoorstelbaar hoe gek die mensen op jullie zijn. Daarom zou ik willen vragen om over het pad der liefde willen lopen. Oh. Naar de gasten. Oh nee, echt waar? Yes, ga jullie maar voor. Ik ben benieuwd. Nou, geweldig. Leuk man. Lieve Alvin en Bionda.
Welkom thuis. Ach, oh god. Lieve ouders, kijk eens. Robby is trots op ons. Nee, fantastisch. Oh, dit is niks voor mij. Geen woorden kunnen beschrijven hoe blij wij zijn om jullie in ons leven te hebben. Bedankt jullie. Alles voor me. Lief. I'll follow your dreams. Groeien, hè? Ja. Oh, ik ben zo gelukkig. Oh, ja. Dat klopt, dat zeg ik altijd. Oh, rotsende branding. Ach, oh, god, jezus. Echt. En nou, je hoeft mij niet te bedanken, maar al deze lieve mensen! Wat lief, jongens. Echt waar. Superleuk. Echt leuk. Jongens, dit is nog eens thuiskomen. Ja, dat is echt niet normaal. Eén bonk liefde aan de overkant. En Mike die geeft mij mijn geheime kladblok. Oh. Want ik heb ook een gedichtje over jullie geschreven. Oh. En dat wil ik je nu even voorlezen bij thuiskomst. Nou. Bionda en Alwin, welkom home. We hebben jullie echt gemist. Want Villa Alwin runnen viel ons niet mee. We hebben ons erin vergist. Vroeg op, voor de ontbijtmandjes, een barbecue organiseren, de gasten vermaken. We deden het met veel plezier op jullie berg, dit paradijs. We voelden ons wel best wel thuis hier. Voor Bionda breekt er straks nog een spannende tijd aan. Maar ook dan zal Alwin steeds weer naast je staan. Drie lieve zoons. Een prachtig bedrijf. Nu alleen nog een gezonder lijf. Ja. We zien het straks allemaal op SBS6. En voor ons was dit een wijze les om te blijven geloven in je dromen. Pas dan zal er echt een uitgaan komen. Kom, zo. Ja, top. Echt waar. Top, echt waar. Maar lief, echt waar, echt waar. Ja, lieve mensen, we hebben een beetje lopen spurten bij jullie vrienden, gasten, vrienden. En er kwam er eigenlijk achter dat het kleine dingetjes zijn waar we jullie blij mee kunnen maken. Oh, nou, en, dat is fijn. Dat het helemaal niet in de spullen zit. Nee, nee, nee. Toch hebben we spullen geregeld. Vanaf nu ben jij trotse eigenaar van je eigen Prosecco. Alsjeblieft. Fantastisch. Laat de flessen maar komen, hoor. Hey. Aan deze mensen zie je dus, als je echt iets graag wil en je hebt een droom en je verlaat Nederland, je bouwt hier een mooi bedrijf op en daar ben je er een paar dagen tussenuit en dan voel je de liefde die je hebt opgebouwd bij je vrienden. En die krijg je dan in één keer terug. Ja, dan breek je. Dat ja. Zou ik ook hebben. Ja. Ik denk, ik spreek volgens mij. Wij zijn helemaal weer overdonderd. Ja. Nee, maar ook heel simpel. Respect voor jullie. En dat zegt niemand, maar dat meen ik echt. Allemaal. Ja? Nee, ik vind onverstaanbaar wat jullie doen. Hoe jullie het doen. Echt een heerlijke familie. Dank je wel. Maar goed, ook de familie. Iedereen weet. Iedereen snapt het wel, denk ik. Dus, ze hebben ons alle geholpen, ook in de moeilijke tijden. Dat hebben we ook echt ervaren, mensen. Top, echt waar. Ja, je ziet wel zoals Bionda en Alwin, dat zijn mensen die geven heel veel liefde, die doen heel veel voor mensen. En je ziet dan maar weer toch wat je er voor terugkrijgt. Schatjes zijn. Ook die teksten die die mensen allemaal hebben opgeschreven, weet je. Normaal krijg je dat alleen als je de pijp uitgaat. En nu kun je het zelf nog een keertje meemaken. Ja, het is wel waar. Normaal schrijft iedereen dat op een oud lint op je kist. Maar nu maak je het mee, weet je. Het is wel gemeend. Het is gemeend en het is helemaal top. Hey! Speechless. Ja, ja, niet normaal. Nou, proost mensen! Vrienden, familie, nou, door de ziekte van Bion ook, die hebben continu geholpen afgelopen 2 jaar. Echt respect. Nooit geen woorden voor, echt. Ja, kan ik niet uitleggen. Fantastisch, fantastisch. Ja, superleuk. Ja, jullie hadden misschien hem al gezien. De fotograaf staat flink wat klikjes te maken. Ja, zeker. Maar we hadden ook gehoord dat jij heel graag nog met de jongens eigenlijk gewoon een hele mooie foto wil maken. Oké. Dus jongens, even een foto met papa maken. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Ik denk dat wij nog vaker samen wel weg kunnen gaan. Dat zeker, ja. We kunnen het prima overnemen. Geweldig, ja. We hebben het overleefd. Lieve Bion en Alwin, dit was het voor ons. Het was een ontzettend leuke ervaring. Zeker. En fijn. Ik ga toch heel stiekem zeggen. Ik wil ooit nog een keer terugkomen, maar dan privé. Ja, alsjeblieft.
Meer dan welkom. Dank u wel. Dank je wel. Dank je wel. Echt fijn. Ja. Dank je wel. Heel gelukkig nog. Zit het er weer op, hè, jongen? Ja. Lieve mensen, dank jullie wel, hè. Doei, doei. Doei, doei. Doei. Volgende week passen we op de slagerij. Tot dan. Zullen we dit varkentje eens even wassen? Ja hoor, daar zijn ze weer. De rijk gevulde spiesjes van Dries. En dan komt dus vanzelf de gehakt eruit. En dan wordt het een keurig worstje. Begeleid hem een beetje. Ik hou jouw worstel even vast.